Het stadsbestuur trekt ook dit jaar 14 miljoen euro uit voor het armoedebeleid. Uit onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie bleek gisteren dat het onduidelijk is wat de effecten zijn van de maatregelen tegen armoede. Ook heeft de rekenkamer het advies gegeven dat de gemeente concreter moet formuleren wat het armoedebeleid moet opleveren. Wethouder Gijsbertsen kan zich niet helemaal vinden in de conclusies van het rapport. We weten hoeveel kinderen gebruik maken van regelingen om bijvoorbeeld winterkleding te krijgen of ontbijt op school. Of mensen die meedoen aan de stadjespas, waardoor ze korting krijgen voor allerlei zaken. Dus we weten wat ons beleid uiteindelijk voor effect heeft. Maar de vraag die de Rekenkamer stelt, en dat is een relevante en ingewikkelde vraag, is als je nu kijkt naar de totale omvang van de doelgroep die in armoede leeft in Groningen en je kijkt naar de totale middelen, doen we dan het meest effectieve? En ja, die vraag, daar proberen wij al een aantal jaren antwoord op te formuleren en daar gaan we mee door. En de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie daarmee doet, die nemen we daarin mee. Gijsbertsen neemt de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie mee, maar staat achter het huidige armoedebeleid. We hebben gezegd in ons armoedebeleid dat we een verdeling maken tussen het zogeheten vangnet, vliegwiel en verbinding. Nou, heel veel geld gaat naar het vangnet, dat wil zeggen maatregelen die echt gericht zijn op inkomensondersteuning. Ervoor zorgen dat mensen het hoofd boven water kunnen houden als ze een laag inkomen hebben. We hebben het vliegwiel, dat heel erg gericht is op hoe kun je mensen nu beter helpen participeren. Kun je ze helpen met taal, kun je ze sneller eigenlijk een volgende stap laten zetten in hun leven. En het derde is de verbinding. Want armoede is zo'n groot vraagstuk in deze stad dat we niet kunnen zeggen, nou gemeente, los het maar op. Dat is echt iets dat we met elkaar moeten doen. En daarom gaan we met allerlei partijen in de stad, zijn we ook al aan de gang om dat te doen. De wethouder erkent dat het nog steeds onduidelijk is wie precies de doelgroep is van het armoedebeleid. Daarom zijn we gestart met een groot project waarin de miljoenen omgaan om echt 6.000 tot 7.000 mensen persoonlijk te spreken. Dat noemen we Kansen in Kaart. Dat project loopt nu en we zullen ervoor zorgen dat we deze periode dus een heel groot deel van die achterstand inhalen. Het in kaart brengen van achterstandsgezinnen is al begonnen onder de vorige wethouder, Dig Ista.